Hallo allemaal, in dit filmpje leg ik jullie enkele begrippen in verband met machten uit. Hetgeen dat je hier ziet staan, dat is een macht. De 2 noemen we het grondtal, die staat onderaan in de macht. Het cijfer 6 in dit geval noemen we de exponent, die wordt iets kleiner rechtsboven in de macht genoteerd. Hoe lezen we dit? We kunnen dit lezen als 2 tot de zesde macht. Of kortweg ook 2 tot de zesde. Wat is dat nu een macht? Als ik 2 tot de zesde heb genoteerd, dat is eigenlijk een andere notatie voor een vermenigvuldiging van 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2. Hoeveel keer heb ik die 2 nu genoteerd? Wel, 6 keer. De exponent wil dus zeggen dat ik 6 factoren heb. Van het grondtal. Dus in dit geval vermenigvuldig ik 6 keer het getal 2 met zichzelf. Min 4 tot de derde, min 4 is het grondtal. Dan ga ik dat dus 3 keer met zichzelf vermenigvuldigen. Min 3 tot de vijfde. Let goed op, als ik dit als een vermenigvuldiging noteer, ziet dit er als volgt uit. Ik zet de min. Vooraan. Want bij de macht wordt deze niet tussen haakjes genoteerd met min 3. Dat wil zeggen dat min niet mee tot de vijfde macht wordt gedaan. 3 is het grondtal. Dus ik vermenigvuldig 5 keer 3 met zichzelf. Min wil zeggen dat je nog het tegengestelde moet nemen, dus die zetten we er gewoon vooraan bij. 5 tot de tweede macht. Dit is een tweede machtsverheffing. Ik heb het al gezegd, 5 tot de tweede macht of 5 tot de tweede. Maar bij een tweede macht gebruikt men ook vaak het kwadraat van 5. De tweede macht is een macht die heel vaak wordt gebruikt, vandaar dat enkel die macht een speciale benaming heeft. Nog enkele benamingen van duo's of meerdere machten. In dit geval 2 tot de zesde en 2 tot de derde. We zien dat beiden hetzelfde grondtal hebben. Machten met eenzelfde grondtal noemen we gelijksoortige machten. Tweede voorbeeld, min 4 tot de vijfde en 3 tot de vijfde. Deze machten hebben dezelfde exponent. Die noemen we gelijknamige machten. Bedankt om te luisteren.